René van der Gijp heeft geen goed woord over voor het gedrag van Michiel Kramer in de bekerwedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk. De aanvallen van de RKC begingen in een kort tijdsbestek twee forse overtredingen. In de 21ste minuut kwam Kramer weg met een gele kaart toen hij de noppen langs de enkel van Ryan Flamingo haalde. Een minuut later ging hij hard door bij Marwan Azarkan, maar toen kreeg hij geen kaart van scheidsrechter Laurens Gerrits. Dat is toch ook wat, hè? Dat je de grootste gek uit je selectie aanvoerder maakt, zegt Van der Gijp woensdagavond bij Vandaag Inside. Hij noemt de eerste overtreding van Kramer absurd. Dit gaat helemaal nergens over. Hij is een half uur te laat en probeert gewoon die klauw van die gozer te breken. Dat doe je toch niet? Kom op, man. En die jongen heeft geluk, hè? Volgens Van der Gijp had trainer Henk Vreese moeten ingrijpen na de tweede charge van Kramer. Ja, dan haal je zijn jongen toch naar de kant. Ga je vrouw lekker vervelen, joh. Dit slaat nergens op. Echt waanzin. Johan Derksen vult aan. Ja, in dit geval kan een club ook zeggen van, hey, hier zijn we echt niet van gediend, hè? Vreese nam halverwege het duel in Utrecht het zekere voor het onzekere en liet Kramer achter in de kleedkamer. In gesprek met ESPN kondigde oefenmeester aan dat hij zijn spits gaat aanspreken op zijn acties. Als ik de beelden terugzie, dan was het een juiste beslissing om hem te wisselen. Ik kan niets anders zeggen dan we goed zijn weggekomen. Verslaggever Aleta Ledelmeijer vraagt af of de trainer pissig is over de acties van Kramer. Kijk, we weten allemaal dat het niet hoort, toch? Dus dat is iets wat we zeker gaan bespreken. Dat lijkt me meer dan logisch. Ja, vind jij dat RKC acties moet gaan ondernemen richting Kramer? En zo ja, wat voor acties dan? Laat het ons in ieder geval weten hieronder in de comments.